Met een parachutesprong en een nieuwe vlag werd vrijdagmorgen de nieuwe naam van de scholen Kadinsky en Canisius College Goffert bekendgemaakt. Dat gebeurde op de Goffertwei in Nijmegen, waar honderden leerlingen verzameld waren om de bekendmaking mee te maken. En de nieuwe naam is... Het Rijks VWO Campus. Dat wordt vanaf nu onze nieuwe school. Een naam waar wij heel trots op zijn en die wij met heel veel trots zullen dragen. Het Rijks VWO Campus. Nou, wij horen bij de scholengroep Rijk van Nijmegen, bestuur van voortgezet onderwijs in deze regio. En wij horen natuurlijk in het Rijk van Nijmegen, zoals deze omgeving heet. Maar daarnaast vinden wij het ook wel een hele krachtige en stoere naam, die wat ons betreft ook staat voor datgene wat wij willen bereiken. Namelijk een rijke leeromgeving creëren voor een kansrijke toekomst voor onze leerlingen. En wij vinden die naam, het Rijk, staat voor kwaliteit, voor degelijkheid en dat vonden wij heel mooi passen in deze context. Nou, onze leerlingen die op dit moment op deze school zitten, op onze scholen zitten, die blijven voorlopig op hun eigen locaties les krijgen. We hebben inmiddels een derde klas gemengd theoretische leerweg. En die leerlingen die hebben al samen les. Die hebben straks ook de mooie nieuwe vlaggen hier naartoe gebracht. En dat vinden we heel erg leuk. Dat gaat fantastisch. En dat zullen we ook blijven doen. En vanaf het nieuwe schooljaar, dan gaan we ervoor zorgen dat de leerlingen die geïnteresseerd zijn in ons nieuw onderwijsconcept, dat die een mooie plek krijgen in dit gebouw. Dat wordt helemaal voor hun in gereedheid gebracht, helemaal aangepast aan het nieuwe concept. En die leerlingen zullen als eerste groep gaan instromen in het rijkste nieuwe VMBO-campus. En de andere leerlingen, ja, die krijgen mogelijk nog les van collega's die op de andere locatie werken. Dus we zullen een geleidelijk proces daarvan maken. Ja. Onze wens is om op deze locatie de uiteindelijke mooie nieuwe VMBO-campus, het Rijks, vorm te gaan geven. En we zijn al druk bezig met het maken van plannen. En wij willen heel graag een deel van het mooie oude gebouw behouden en goed renoveren. En daarnaast een deel van het terrein gebruiken en opnieuw inrichten. Zodat er echt een school komt te staan die helemaal toegesneden is op de toekomst. Zodat we inderdaad dat kansrijke, die kansrijke leeromgeving voor de leerlingen kunnen creëren.